Dit is de 1 Minuut Podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 Minuut Podcast. Perfectie bestaat niet, heel goed is goed genoeg. Deze twee zinnen hebben mij heel anders laten, uh, laten inzien hoe perfectionisme werkt en hebben me heel anders laten kijken naar perfectionisme. En als ik terugkijk naar mijn leven tot nu toe, dan ben ik ook altijd een perfectionist geweest. Iemand die tot elk detail in staat was om alles tot in de perfectie uitgevoerd te hebben. En dat heeft mij heel erg veel tijd gekost, vooral. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het heeft mij echt ontzettend veel tijd gekost om perfectionisme na te streven. Aan de ene kant is het natuurlijk heel positief, hè. je bent op de details gericht, je wil alles goed hebben. Dat is natuurlijk een, een goede eigenschap, dat is iets positiefs. Maar als je erin doorslaat, zoals ik ook zelf deed, dan gaat het zoveel tijd van je vergen en uiteindelijk natuurlijk ook frustraties. Maar vooral heel veel tijd voor dingen die op de lange termijn totaal geen enkel verschil maken in, uh, in resultaat. Gewoon geen verschil maken in resultaat. Maar dat je je er wel druk om maakt. Veel mensen hebben bijvoorbeeld ook niet door dat het effect kan hebben op een bepaald resultaat wat je wilt nastreven. Maar voor jou uh, maakt het wel wat uit. En door deze twee zinnen, echt ik zal het nog een keer noemen, perfectie bestaat niet. Heel goed is goed genoeg. En dit heeft me zo ontzettend uh, laten nadenken. Het is wel gek eigenlijk dat die twee zinnen dat, daar zoveel mee te maken hebben. Maar dat vind ik zo ontzettend belangrijk om daar eens bij stil te staan van... Vooral ook wat het mij uh, voor nadeel heeft opgeleverd en uiteindelijk heb ik mij dus, um, zoals je waarschijnlijk van mij weet, mijn backpackreis gemaakt door Zuidoost-Azië. Ik ben er vier maanden geweest en daar ben ik echt veel minder perfectionistisch geworden en heb ik het meer laten, laten lopen, ben ik het meer gaan loslaten. En dacht ik van, weet je, ik moet juist niet perfect zijn. Ik moet gewoon dingen gaan doen. Gewoon in beweging komen. Gewoon dat blog schrijven. En niet denken van, oh die D en die T die staan misschien niet goed. Of die desnoods staan ze verkeerd om. Maar gewoon plaatsen dat bericht. Alleen dat gevoel al, dat je in staat bent om dat dan uiteindelijk te doen. Dan produceer je iets. Dan ben je bezig om daadwerkelijk waarde te leveren aan anderen. En als je constant blijft kijken naar dat blog... Nou, zal ik het nu wel of niet plaats, na nou, dit nog een beetje veranderen, dat nog een beetje veranderen, dan komt het er niet van. Net als met deze podcast, ook hier zal ik wel een woordje verkeerd zeggen, of een zinnetje verkeerd zeggen. Heel gevaarlijk nu, natuurlijk, want nu ga je erop letten. Maar daar gaat het om: dat je dan toch dat blog gewoon plaatst, ondanks dat je misschien een verkeerd woordje gebruikt, of een verkeerde zin gebruikt. Of ja, weet je allemaal van dit soort kleine dingetjes. Het maakt niet uit. Het maakt echt niet uit voor het totale resultaat. Sterker nog, juist als je niet dat perfectionisme nastreeft, maar er een klein beetje afstand van neemt. Dus iets meer het chaotische laat komen en ook denkt van, goh, er zitten nog wel wat foutjes in, maar ik plaats het gewoon. Dat maakt je ook weer menselijk. Dat zorgt er ook voor dat andere mensen dat weer sneller bij je gaan herkennen. Die denken van, goh, ja, ik kan me hier eigenlijk wel in herkennen. Ik heb dat ook. Ik... Uh, ik wil eigenlijk ook alles zo perfect doen. Maar ja, eigenlijk is het ook wel goed om het gewoon eens los te laten. En het gewoon zo te gaan plaatsen. Um, who cares? En dat idee, dat is alleen al zo'n fijn idee. En dat wil ik jou vandaag in deze podcast meegeven. Wees niet perfect. Wees niet perfect. Natuurlijk, een soort van perfectionisme nastreven. Dat weet je ook wel van mij. Daar hou ik ontzettend van. Ik hou ervan dat mensen het maximaal uit zichzelf willen laden. Zichzelf pushen. Zichzelf tot in. Een soort van perfectie willen nastreven, dat ze ervoor gaan, dat ze een droom hebben en daar naartoe willen gaan. Maar perfectionisme in een te erge vorm van perfectionisme, dat gaat je juist tegenhouden om daar te komen. En daardoor ga je juist geen stappen zetten. En dat is weer precies het tegenovergestelde misschien wel van Perfectionisme, je zet dan helemaal geen stappen meer en gaat dus ook niks doen, uh, je neemt geen actie en juist dat gaat je tegenhouden om daar te komen waar je wilt zijn. Dus ben je een perfectionist of iemand die tot in de detail alles precies goed wil hebben, laat het los. Echt waar, laat het los, Ga, uh, hoe doe je dat? Gewoon door te doen, gewoon te zeggen oké okay, ik schrijf nu een blog, dat doe ik in één uur, als het binnen dat uur nog niet helemaal klaar is, ik plaats hem gewoon. Dan plaats je hem gewoon. Je plaatst hem gewoon op het internet. Interesseert mij het? Een video, precies hetzelfde. Maak je dat in 1, twee minuutjes. Zo'n zo video. Je, je, weet je, je zet drie tips op een rij. Die wil je vertellen. Die vertel je in één video. Maakt niet uit hoe je dit hebt gezegd. Je plaatst hem gewoon op het internet. Ga dat maar eens doen. En kijk eens wat dat met jouw gevoel gaat doen. En zorgen er dan voor dat je het daarna nog een keer doet. En nog een keer. En nog een keer. Zodat je makkelijker. Geleerd omgaan met perfectionisme. Ook dit heeft wel alles te maken met just do it. Doen, doen en nog eens doen. Perfectie bestaat niet. Heel goed is goed genoeg. Voor mij ontzettend belangrijke zinnen. Misschien heb jij er ook wel iets aan om deze voor jezelf mee te nemen. Het heeft mij, mijn bedrijf. Laten groeien. Het heeft mij in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling enorm laten groeien. En ik hoop dat jij iets kunt met deze tips en inzichten op het gebied van perfectionisme. Ben jij ook zo'n perfectionist? Vind jij het ook zo lastig om daar vanaf te komen? Of ben je er juist al vanaf gekomen? Laat mij even weten in de reactie wat jij met dit onderwerp te maken hebt. Laat het mij weten in de reactie op deze podcast. Of laat hem even weten via Instagram, via Facebook. Laat het mij gewoon eventjes weten. Stuur even een berichtje en ik zal daar. Op reageren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en ik zie je graag de volgende keer weer. Denk groot, start klein. Ben jij ondernemend en ambitieus en wil jij jezelf stap voor stap naar een hoger persoonlijk niveau tillen, werken aan concrete doelen, daar focus op houden en met discipline doorzetten op die doelen, zodat jij nog meer de meester wordt over je eigen leven? Check dan even het VIP Coachingsprogramma van de 1-Minute Community via Slash 1 minuut community Ik geloof oprecht dat je in dit programma alles vindt wat je nodig hebt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Check www.liroseidel.nl slash 1-minuut-community Denk groot, start klein. PS, vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal voor meer dagelijkse inspiratie.